Hi, weer een zangtip van Anna Brattinga van Singing Circle. En ik wilde je even een tip geven over lucht op de stem. Soms willen zangers juist wel lucht gebruiken tijdens het zingen en soms juist niet. Wanneer gebruik je het wel? Je gebruikt het wel als effect. Als je wil dat iets juist luchtig klinkt of sexy of juist zacht, een beetje ruisig. Je doet dat ook wanneer het past bij de stemfunctie die je hebt gekozen. Als je in neutral zit en misschien met een beetje twang zingt of iets anders, dan kan het. Je kan zingen ooh, hey, of met twang, hey. Dat kan allemaal prima, maar als je in andere stemfuncties zit, in curving of in overdrive, en al helemaal als je in edge of belting zit, moet je geen lucht toepassen. Dan ben je uit de stemfunctie en dat kan soms voor problemen zorgen. Hoe herken je als je lucht gebruikt? Je kan het horen, want je hoort dat het een beetje ruist. Je kan het voelen. Je kan voelen dat er adem doorheen komt. Want als je stembanden goed gesloten zijn, dan verlies je eigenlijk nauwelijks adem. Dus je kan een hand voor je mond houden bijvoorbeeld, of een spiegeltje. En dan zul je voelen dat er adem op je hand of op het spiegeltje komt. Je kan het horen, je kan het op die manier voelen. En je zult het ook merken doordat je sneller klaar bent met een noot. Je bent sneller buiten adem. Hoe kun je zorgen dat je geen lucht verliest en dat je stembanden goed gesloten blijven? Aha, dat is voor veel zangers best een moeilijke opgave. Eén oplossing is dat je zingt met glotte slagen aan het begin en aan het eind van je noot. Oh, zie je, ik doe een glotte slag in het begin, zo'n klikje. Oh, en doe er eentje aan het eind. Oh, oh, oh. Dan leer ik mezelf heel goed met gesloten stembanden te zingen. Met een beetje twang zingen zorgt er ook voor dat ik mijn stembanden beter ga sluiten. En wil je daar meer over weten en wil je dat samen met mij oefenen, dan nodig ik je uit om bij mij een keer op een intake te komen. Dan kan ik samen met jou oefenen hoe je je stembanden goed moet sluiten en goed moet herkennen wanneer je het goed doet en wanneer je het niet doet. Heb je andere vragen? Aarzel niet om ze me te stellen via de site singingcircle.nl, via mijn Facebook, ook Singing Circle, of mijn mail annebrattinga@gmail.com. Ik hoor graag van je en succes!